stomme lul. Je pakt ook gewoon mijn jas zonder te vragen. En die zeggen, jij mag pas... Waarom zou je dat doen dan? Ja. Is het goed aan Ella? Waarom? Nu jij zeker geen vriendin meer hebt. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk je te kijken naar een nieuwe video. En vandaag heb ik al lekker mijn mutsje opgezet, want het is koud buiten. Holy shit, jongens, kijk eens even naar buiten. Het is gewoon helemaal wit op de daken en het water daar is ook bevroren. Hier beneden ook? Oh nee, hier beneden. Nou, wel, daar, dat stuk wel. Zo, het is echt fris. Ja, leuk. Zo test ik altijd even of het echt koud is. Maar goed, ik ga naar beneden, want ik was net aan het editen. En Niek, Ruben, Willem en Amber die zijn gaan lopen. Maar Niek die heeft mijn andere jas aangetrokken en daar zitten mijn autosleutels in. Maar ik moet nu weg, want ik ga eindelijk naar de kapper en ik heb er zin in. Dus ik ga naar beneden, want als het goed is staan ze beneden en dan kan ik er gelijk vandoor. Ik heb wel echt geluk dat ze al beneden waren, want ik moest eigenlijk gewoon nu weg. En ik dacht van, hè, waar de fuck is mijn autosleutel? En toen dacht ik, nee, die zit gewoon in de jas die Niek nu aan heeft. Maar gelukkig zijn ze al beneden en waren ze al klaar met lopen. Want anders was ik weer te laat gekomen. En dat wil ik niet, want ik wil naar de kapper. Hier komen, jongeman. Ik weet niet wat voor leuk grapje dit is, maar ik zie het ook gewoon. En ik moet weg. Stomme lul. Je pakt ook gewoon mijn jas zonder te vragen. Stel nou, je was... Kut. Ik vond het draaien. Ja, is goed. Helemaal niet. Loser. En waarom ga je naar de kapper dan? Ja, ik ga naar Lotfi, omdat het gewoon een goede kapper is. Je gaat toch ook naar die andere knakkers? Nee, sukkeltjes. Hè? Heb je lekker gelopen in de kou? Ja, je had gemist. Ga je mee naar de kapper, gezellig? Nee. Nou, dan ga ik wel alleen. Maar ik heb nu mijn sleutel, dus dat is top. Wil jij mee naar de kapper? Ik wil knipper dan. Ja, dat kan niet, dat weet ik niet. Dat ga ik niet. Oké. Zoals jullie weten, zou ik donderdag naar Londen gaan samen met Ella. Alleen, we hebben een probleempje, want in Londen is momenteel heel veel sneeuw gevallen, waardoor er geen vluchten meer, er gaan gewoon geen vluchten meer. En er zijn mensen die nu op de airport slapen omdat ze naar huis wilden, maar dat kon niet. We hebben nog niet echt een update gekregen over of we nog wel kunnen vliegen of niet, maar ik hoop het echt heel erg. En Ella was ook wel een beetje verdrietig, zag ik, want ze facetimed me gisteren en... Er staat er zoveel zin in. Ik ook, maar ik ben dan zo van, ja, ik wacht het gewoon af. Ik zie wel of het doorgaat. En, want we kunnen er toch niet zo, zelf kunnen we er toch niet heel veel aan veranderen. Maar ik hou jullie ook even op de hoogte. Want het zou zo leuk zijn, ook voor de vlogs, jongens, daar in Londen en dan in die kerstsfeer. Maar goed, ik hoop dat de donderdag gewoon nog door kan gaan. Ik denk het wel, eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar goed, het is nu tijd om naar de kapper te gaan. Zo, jongens, mijn auto geeft aan dat het min 1 is vandaag. Maar je ziet het ook gewoon, ook al langs de weg en zo is het gewoon echt ijzig. Ik moet zeggen dat ik nu in elke bocht, dan heb ik gewoon zo van, oh, ik vind het wel spannend. Straks glij ik weg of zo. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want ik heb gewoon hele goede winterbanden. Dus daar ben ik blij mee. Stel, ik had het trouwens niet gedaan, want ik ben meestal iemand die denkt van, ah joh, mijn winterbanden, weet je wel, als ik zeg maar niet naar Oostenrijk zou gaan, dan had ik het misschien niet eens gedaan, want ik dan altijd denk van, ja, ah joh, kom wel, weet je wel. Echt een beetje dom, echt heel laks, maar fijn dat ik ze er nu wel op heb, want het is koud buiten. Oh, okay. Wat een nummertje. Kijk eens jongens, we zijn weer fris. Ik voelde het zo lekker als ik naar de kapper ben geweest. Welkom in de drankhoek. En kijk eens eventjes wat er is binnengekomen voor mij jongens. Een cadeautje. Ik denk dat het een fles is. Oh. Kijk eens even jongens, een champagnefles. En ik had er nog zo eentje. Veuve Clicquot, dit is echt zo'n chille champagne jongens. Ik denk dat ik al weet van wie die is. Er zit een kaartje bij. Vincent Visser. Oh, dat ben ik. Oh, ik scheer. Hij is van Gerard, mijn manager, jongens. Dat is echt heel erg lief. Oh, lekker ook, jongens. Voor de feestdagen. Helemaal top. Nou, die gaat in de collectie. Hoppa. Wat is de lift vies, hé? Kijk, er zit allemaal vlek op de spiegel. Maar goed, niet mijn probleem. Maar ik ben nu weer onderweg naar beneden, naar mijn mooie auto. Want ik ga gezellig richting Gio. Hey. Kijk eens, jongens, waar ik langs rij. De grootste kerstboom van Nederland. Nou ja, kerstboom is natuurlijk gewoon een must, maar het ziet er wel leuk uit. Dus ik ben bijna bij Gio, maar mijn auto geeft nu 2,5 graden, maar het is min 2,5. Echt bizar hoe dat zeg maar in zo'n korte tijd, ik heb echt het gevoel dat zeg maar een week geleden of zo nog gewoon 12 of 13 graden was of zo, weet je wel. Maar nu is het opeens gelijk weer min. Echt lijp. Ja, ik moet zeggen, ik vind het niet zo erg. Ik vind kou altijd wel, wel gezellig of zo. Het heeft, ik weet niet, ik hou ook echt super veel van wintersporten en van...
ja, gewoon van deze tijd van het jaar. Dus ik vind het niet erg, maar ik sta er gewoon een beetje van versteld. Maar goed, we zijn er. Weet je hoe lang ik over heb gedaan om hier te komen? Nou? 1 uur en 45 minuten. Ik stond de hele tijd in de file, jongens. Ik was even vergeten dat mensen inderdaad gewoon 9 tot 5, dus 5 uur, gaat iedereen naar huis. Oh, werkt dat zo? Ja, dat werkt zo, ja. Oh, oh, oh. Waarom doen ze dat dan? Wat zeg je? Waarom doen ze dat dan? Nou, zeg maar, ze mogen niet van hun baas eerder weg. Kijk, een baas is iemand... Kijk, je hebt ook mensen die zeg maar, die werken voor iemand anders die zegt wat ze moeten doen. En die zeggen, jij mag pas... Waarom zou je dat doen dan? Dat kan echt niet. Wat doen? Zo, we stappen de auto weer in. Oh, Astrader, je ziet dat we zijn. We gaan best wel dik deze dag. We gaan naar Brian. En Brian is ook wel beter bekend als Troby. Troby on the beat. En Gio gaat eventjes rijden. Oh, kut, zo, doe met je stoel. Oh, ik hoef niet in de lichtstand. Hoe gaat hij naar achter? Nee, andere. Ja, zo. Zo, jezus. Is je in je stoel of zo? Kijk, gast, jij bent toch 3 keer zo lang als ik? Zo, bro, dit is wel dikker dan die Porsche Panamera, hoor. Ja, ik weet het, man. Ik moet zeggen, je auto rijdt wel echt lekker. Het is ook echt zo'n kanonnetje. Man. Ja, het is echt een kanonnetje. En weet je wat leuk is? De turbo is nu ook gefixt. Dus ik weet zeker dat als je kan straks... helemaal aftrappen nu gewoon. Ja, zeker. Nee, maar hij is echt weer echt heel snel. Oh, jongens. Ik kreeg echt een soort van allergische reactie bij Gio thuis weer. Ja, dat klopt. Van Gio zelf, denk ik. Foe. Sorry, man. Nee, ik denk dat het door Pookie komt, want ik had het meestal met die andere kat had ik het niet. Met Snuffy Snies. Omdat dit zijn Britse kortharen. Blijkbaar zijn Britse kortharen best wel allergisch vrij. Is dat maar, zo, ja? Ja, maar Pookie niet. Pookie is dus eigenlijk gewoon de dooddoener. Ja, Pookie is een poekster. Een poekster. Nee, is Pookie niet de kruising tussen... Ja, een heilige Birmaan en een rekdol is het die kruising tussen. Een rekdol? Vind je mij ook zo'n slechte vlogger? Ik kreeg laatst een comment. Je hebt niks gevlogd nu, bro. Ik kreeg dus laatst een comment en die zei tegen mij van... Wat ben jij nou voor slechte vlogger? Jij gaat altijd dingen doen en vervolgens film je het niet en zeg je... We hebben het gedaan. Heb je gezegd dat we hierheen gingen? Ja. En je hebt niet gefilmd. Weet je wat? Fucking begonnen. Ik denk er niet meer na, maar ik doe het gewoon automatisch. Ja, maar ik ben dan, zeg maar, ik moet daar dus echt aan wennen. Zei ik laatst ook tegen jullie. Maar ik ben dan gewoon, ik ga dan lekker chillen daar. En dan ben je gewoon lekker aan chillen. En dan vergeet ik het gewoon. En dan denk je, oh. Ja, dan denk ik van, oh, dan, ja, maar goed. Jongens, wat ik zeg, in januari, dan ga ik gewoon echt volgen. Jongens, kijk in januari naar mijn dagelijkse vlogs van 2 minuten lang. Ja. Kijk dan, Vincent is zo'n war hoofd dat hij gewoon ook nog zijn tas vergeet. Vincent, wat vergeet je al? Hey! Hey, laat maar! Yo! Hey. Kijk dan. Vergeet en te filmen. Oh, oh, oh. Nou, ik heb maar voor je gefilmd, jongen. Oh, bedankt. Ik was gewoon mijn tas vergeten. Met mijn laptop. Je vergeet de vlog, je vergeet je tas. Je ik vergeet... ben warrig vandaag. Ja, ik merk het. Laat een biertje gaan drinken. Dat vind ik een goeie. Morgen en ga je hem afmaken? Later! Hey. Wel leuk, dat is zeg maar nu. De vlog van Vincent. Ja, maar wel leuk dat ik nu zeg maar een keer jouw backstage afsluiting heb gefilmd. Ja, dat vind ik ook leuk, vind ik knap. Godzidori. Nou jongens, zoals je hoort, Gio heeft zijn vlog afgesloten. Ik ga het ook doen. Tot morgen. Bedankt voor het kijken en ik zeg la. Oh nee, wacht, dat is mijn kanaal. Ja, en ik ga hem niet afsluiten, want mijn afsluiting komt later nog. Oh ja. Ik heb morgen zeg maar nog een dag. Ja, ja, ja. Ik ben weekvlogger. Ja, 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 ja. Jij bent zeg maar, jouw weken zijn zo saai dat je zeg maar. Ik zie jullie morgen. Later. Later. Oh jongens, ik had net eigenlijk al tot morgen gezegd, maar dit moest ik even vertellen. Oh, ik lig nu op de logeerkamer hier bij Gio thuis. Maar Gio's verwarming was kapot, dus het is hier zo koud. En ik overdrijf echt niet, want meestal heb ik het niet koud. Wij hebben thuis bijvoorbeeld ook nooit de verwarming aanstaan, maar daar is het gewoon goed geïsoleerd. Hier is het echt niet normaal. Ik ging in bed liggen en het was echt gewoon... Kussen was gewoon zeg maar hard, alsof het bevroren was. Maar nu gaat het gelukkig wel goed, jongens. Ik heb het bed lekker warm gemaakt, een beetje met mijn lichaamstemperatuur. Dus als het goed is, kan ik nu lekker slapen. Jongens... Tot morgen. Oh, goedemorgen jongens. Oh, het was zo koud vannacht. Holy shit. Gio had hier nog de kachel proberen aan te zetten. Alleen die heeft waarschijnlijk niet gewerkt. Want hij is nog steeds echt fucking koud. Maar goed, ik heb het overleefd. En zoals je hoort is Gio al wakker. Ja. Oh, wat fijn dat het hier gewoon 2 graden warmer is dan in mijn bed. 2 graden? Ik wil 10. Big, het was zo fucking koud. Sorry, broertje. Maar ik heb het overleefd. Ik heb het overleefd. Kijk eens even hoe leuk dit eruit ziet, jongens. Wat ik gisteren ook al zei, ik hou echt een beetje van deze dagen, van de kou. En kijk eens hoe... Holy shit, kijk, het hele gras is ook gewoon bevroren. Dus je ziet ook alle voetstappen erin. Oh, maar jongens, dit is wel echt het lekkere van Gio's huis. Ook gewoon zo'n tuin. Zo, er ligt ook ijs daarachter. Verderop kunnen staan. Ik vind op ijs staan altijd zo spannend en leuk en zo. Ik vind echt een kind nu.
Oeh, ik weet niet hoor. Zou dit al dik genoeg zijn? Nou. Ik denk niet dat dat lukt. Maar misschien het water daar. Niet deze hiervoor, want dit is volgens mij een beetje lopend water, maar dat watertje daarachter. Ik vind het leuk om op ijs te staan. We gaan het gewoon proberen. Ja, dit water moet goed zijn. Ja, maar hier heb ik gisteren gestaan. Kijk, zie je? Dat is nu alweer dichtgevroren. Vincent, wat ga je proberen? Kom maar, ik film je wel. Ik film je wel. Ga jij erop staan? Kom op, je kan dit. Maar... gewoon rustig erop gaan staan en dan kijken wat er gebeurt. Gewoon gaan staan. Gewoon gaan staan. Gewoon gaan staan, idioot. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je er doorheen zit, dat je zijk nat bent. En dan moet je lekker douchen. Dan krijg je gewoon kleding van mij. Ik denk dat hij het echt houdt, ouwe. Ik denk echt dat hij het houdt. Dit is ook heel dom. Als... je kan dit. Ja? Houdt hij het? Volgens mij houdt hij het echt. Ik heb zoveel zin om erop te stampen nu, jongen. Doe jij het dan? Nee. Doe jij het dan? Dat vind ik altijd het leuke aan ijs, maar die spanning van, oh, ga je het halen? Snap je. Of daar staan, dan ben je ook naar de overkant lopen. Daar naar de overkant lopen, ja. Het zou wel kunnen, denk ik, hoor. Gast, jij weegt ook 50 kilo. Je moet ook niet stampen, jij kan er makkelijk op gaan staan. Ga staan. Ik durf het ook niet. Het is leuk, hè, die spanning. Kent die van. Ja, ik zei net ook al. Ga staan. Ja. Ga staan, je staat nu al. Ik sta erop. Kijk hoe blij die is. Nou, het kan dus wel. Ga even buiten spreken, Snies. Sniezenpoes. Het is tijd om te gaan. Ik ga er vandoor. Tot ziens. Zal ik de muziek even voor je uitzetten? Bedankt. Alsjeblieft. Bedankt. Hey, doe je. Doe je? Doe het goed aan Ella. Waarom? Nu jij zeker geen vriendin meer hebt. Ga je gelijk mijn vriendin afpakken? Ja. Het is tijd om weer lekker naar huis te gaan, maar het was hartstikke gezellig met Gio. Ik ben lekker blijven slapen. Het was wel fucking koud, maar dat maakt niet uit. Het was gewoon leuk. Zo jongens, ik ben nu eventjes bij de zaak van mijn pa. Ik ga even een koffietje drinken. Maar ik zet mijn auto dus hier neer en toen dacht ik opeens van... oh, ik moet dus nu elke keer met stoepjes uitkijken, want kijk dit. Wacht, ik zet de camera's neer. Moet je kijken. Het scheelt helemaal niks. Ik zit in de auto en ik ga nu Ella ophalen, want wij gaan morgen dus naar Londen. En volgens mij... is het allemaal geen probleem, want ik heb geen mail gehad van hey, je vlucht is gecanceld, dus het gaat gewoon door. Dus dat is hartstikke fijn. Oh, alleen het enige nadeel is, we vliegen om 7 uur naar Londen. Dus we moeten waarschijnlijk rond een uurtje of, ja, wat is het, 4:30, 5 uur. En dat is dan nog zeg maar kort van tevoren, zeggen ze eigenlijk. Moeten we op Schiphol zijn, dus om 5 uur vannacht. Oh, en ik heb daar echt geen zin in, jongens. Ja, het klinkt misschien een beetje stom, maar ik vind vroeg opstaan, dat is gewoon niet mijn ding. Oh, ja, nee, het is gewoon niet mijn ding. Vroeg opstaan is gewoon niet mijn ding. Dat, conclusie. Conclusie van het verhaal. Vroeg opstaan is niet mijn ding. En ik moet straks, ja eigenlijk is het straks al. En ik moet dus vannacht vroeg opstaan. Poeh, nou ja, goed. Het is tenminste wel voor iets leuks. Wat heb je een leuke hoed gekocht. Dankjewel. Jij zei muts, maar dit is helemaal geen muts. Dit is een hoed. Bucket hat. Heb je er zin in? Heb je je paspoort mee? Nee. Heb je je koffer ingepakt? Heb je wel genoeg kleren mee? Weet je zeker dat je... Ik heb denk ik serieus niet genoeg kleren mee. Ja, maar ja, we hebben ook geen koffers gedaan deze keer. Naar Kreta hadden we wel koffer. Hadden we koffers naar Kreta? Ja. Maar er moeten wel dingen van mij bij jou. Nou zeg. Nou, ik denk niet, ik heb het niet zoveel nodig. Maar jij hebt gewoon grote koffers. Je wil anders voor koffer ruilen. Ben je gek, joh. Waarom? Moet je maar gewoon een grotere koffer kopen, jij. Nee, want ik heb nooit handbagage. Ja. Handbagage is super chill. Ik reis het liefst ook alleen met handbagage. Genoeg. Als wij naar Kreta gaan, dan heb ik echt niet genoeg handbagage, hoor. Oh. Nou goed, jongens, we gaan even lekker naar huis en dan ga ik ook mijn koffer inpakken. Ja, dat dacht ik al. Joris, mijn huis uit. Joris, eruit. Jij uit? Joris, eruit. Eruit. Meisje stem me gelden. Wat heb ik je haar gedaan? Jezus, wat ben je? Holy fuck, heb jij een jaar gegaan? Ik ben naar de kapper geweest. What the fuck, ben je kapper? Kleutertje. Nee, grapjes, is leuk uit. Ik ben zelf gedaan. Leuk. Leuk thuiskomen zo. Het is een grapje. Ik vond het leuk haar. Leuk haar. Bedankt. Ik meen het. Oké, jongens, de koffers zijn ingepakt. Maar ik heb goed en slecht nieuws. Om te beginnen met het goede nieuws. Ik ga in Londen, dus donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag
elke dag vloggen. Dus vanaf vrijdag komt de eerste video online tot maandag. En dan gewoon elke keer een dagvlog in Londen. Want ik vind het gewoon leuk om heel veel vast te leggen daar in Londen. Dus ik dacht, ik ga gewoon dagelijks vloggen. Maar het slechte nieuws is dat ik dan nu de vlog ga afsluiten. Want wij vliegen morgen om 7 uur 's ochtends al naar Londen. Dus we moeten al om 5 uur of zo moeten al op Schiphol zijn. Dus ik ga je bij de vlog afsluiten. Dus vond je dit nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen bij de eerste dagvlog in Londen. Later!